Een goedenavond allemaal, welkom hier op de persconferentie na de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Sint-Truiden. We waren vanavond met 3178 toeschouwers in het Jan Breijelstein. Maar traditiegetrouw beginnen we de persconferentie met analyses van de wedergootjes. En ik nodig meneer Breijs uit om daarmee te beginnen. Dankjewel, goedenavond. Wij zijn de wedstrijd gestart met een duidelijke strategie. We wilden vooral ruimte creëren in de rug van de tegenstander. We hadden geconstateerd dat het moeilijk voor hen was om die ruimte te organiseren. En uiteraard weet de tegenstander dat wij graag de tragen in de korte opnemen. Dus wij zijn daar juist in tegendeel van afgestapt en snel diepte gezocht. Dus de pressie was hoog van de tegenstander, dus elke bal snel diep. Bracht ons de krake kansen voor. Het probleem was dat benevens dat, het spel abdominaal slecht was. Verschillende eerste controles slecht, tweede bal kwijt, moeilijk in het samenspel geraken. En dan toch die reedskansen creëren, waar we dan niet op scoren en de tegenstander scoort vanuit die vrije trap. Dus daar roep je het een beetje op je af. Goed gereageerd die tweede helft, met in die kans en dan de corners tot gevolg waar we dan op scoren. En dan denk je, ja, laat ons verder doen op het elan en die ruimte lag. Ik heb zelden zoveel ruimte gekregen. En dan moet je die kansen die er ook in de tweede helft dan vallen, moet je het verder uittypen. Dat is nagelaten. En zoals het dan vaak hoort. De laatste 10 minuten waren het duidelijk voor Cercle. En die hebben dan makkelijk 4 kansen bij elkaar gevoetbald, waaronder dat een mooie doelpunt. En dan ga je met 9 punten eruit tegen de laatste. Dus dat is pijnlijk, dat doet pijn. En we moeten toch eens over nagekaart worden. Dankjewel. Coach, please your analysis of the game. Yeah, first, congratulations for my team. I think today the will was the number one in this game from my team, specifically in the second half. First half, I think we start well in the game. Sint-Truiden was a little bit more defense, waiting for our mistake. Then in some situation we had problems, but then we could score, and the situation in the second half, Sint-Truiden played more offense, more risk also, and you saw in some situation we have a lot of young players on the pitch, and then in some situations they make the mistakes, and we got also then the draw. But when you see the last three games, we played every time well, but under the line we had only one point. Then in this game we had a little bit luck. When you win in the last minute, then was the luck in this game on our side. Yeah, this helped us a lot. 3 points help us a lot for the next games. Now we have 2 weeks a little bit rest. We can go a little bit down. And with all the emotions we saw after the game in the dressing room, the team is very, very happy to take these 3 points. Keep confident also for the next big game in Wassenbeveren. And can help us also to make the next step in a successful way, hopefully, in the next week. Thank you. Thank you. Zijn er vragen, questions? Geen vragen? Oké, dankjewel. Dankjewel.